Ricardo, je hebt natuurlijk vaak hier aan de andere kant gestaan, hè, met zo'n score. Ja, inderdaad. En nu waren de rollen eens omgedraaid. En de makkelijkste vraag is, hoe kan dat? Want de manier waarop jullie verliezen vandaag is natuurlijk wel één met een bedenkelijk iets. Absoluut. Dat was zwaar ondermaats. We konden niet in duels komen vandaag. Agressiviteit ontbrak daar volledig in, vond ik. En ook op de momenten dat we eventjes de bal hadden, ja, waren we ook niet doortastend genoeg. En totaal niets gezien van het spel wat we in het verleden hebben laten zien met deze ploeg. Terechte nederlaag en bijna om te schamen. Ja, bijna? Ja, ik schaam me wel aardig, ja. Voor de score, maar ook de uitvoering? Ja, 5-0 is een behoorlijke pak op de broek. Vooral de manier waarop is denk ik het allerbelangrijkste. Ik bedoel, als je alles geeft en je komt in duels wat je graag wil tegen een ploeg als Ajax. Anders weet je dat ze natuurlijk overal doorheen kunnen spelen. Dat ontbrak vandaag. Dus je gaf ze eigen vrij spel om lekker te kunnen ballen. En kun je daar hun niet toch te veel in gang laten gaan. En nogmaals, het was een vrijbrief voor hun vandaag. Waarom lukt het niet om ze te pakken te krijgen? Ziyech, Van der Beek, ze glipt het allemaal steeds maar doorheen. Waar zit hem dat in? Kun je dat te aangeven? Ja, nogmaals, wat ik zeg, vooral de intensiteit en agressiviteit op het moment dat die jongens worden ingespeeld. Als zij een eerste aanname hebben en ze hebben een metertje de vrijheid, ja, dan is dat vaak al te veel voor hun om ze tegen te houden. En vandaag was dat zwaar ondermaats en konden ze de ballen te makkelijk naar elkaars voet spelen zonder dat ze ons of iemand van ons voelde in hun rug of iets dergelijks. Nogmaals, weinig in duels gekomen en daar begint het denk ik vooral. Ja, het begint eigenlijk ook natuurlijk al heel slecht met zo'n vroege goal, hè? Ja, inderdaad. Maar ja, dan nog met 1-0 ga je de rust in. En uiteindelijk de rest van na die 1-0 krijgen ze natuurlijk ook nog een aantal kansen. Maar ja, 1-0, dat is nog altijd een zeer fragiele stand. En dan probeer je vanuit de rust de koppen bij elkaar te krijgen. En dan gaat het na een paar minuten ook al gelijk mis. Dan wordt het allemaal heel lastig. Ja, Bizot gaat natuurlijk de fout in met de 2-0. Jij tikt die bal ongelukkig binnen bij 3-0. Dan valt alles ook verkeerd. Ja, nee, maar dan... Weet je dat het gedaan is? Ja, precies. Ja, kansloos, dus simpel. Is dan het enige nog de score een beetje beperkt proberen te houden? Ja, inderdaad. Ja, proberen om niet echt een volle bak te krijgen. Maar ja, 5-0 is natuurlijk ook al dramatisch. Maar dat had ook zomaar 6-7 of 8-0 kunnen worden. Ja. Interlandweek, dus dat betekent dat dit toch altijd wel weer even door gaat werken natuurlijk. Je kan het niet meer midweeks bijvoorbeeld van je weg spelen. Nee, de groep valt uit elkaar. Dus wat dat betreft moet ieder daar zich weer op een eigen manier overheen stappen. Sommigen hebben het geluk dat ze in ieder geval eventjes weg zijn en met het land op pad kunnen. Nou, sommigen hebben dat niet. Ja, moeten daar toch weer de knop omzetten om zo meteen weer de eerstvolgende wedstrijd Utrecht uit ook een lastige om daar weer klaar voor te zijn. Hoe doe jij dat? Oh, dat weet ik niet. Dat zie ik dan wel.